Doel ligt 2 kilometer van Ossendrecht, onder de rook van Antwerpen. Hoewel omstreden, werd de zorgen rondom de centrale in Nederland vooral binnenskamers besproken. Hoe anders is dat in België? Daar zijn de laatste jaren veel protesten geweest tegen het openhouden van Doel. Het probleem is niet of Doel 1, 2 en 3 gaan sluiten. Het probleem is, gaan we die gesloten krijgen voor de catastrofe of erna? En ik ben tegen sluitingen à la Fukushima of à la Tsjernobyl. Dus we proberen nu met alle wettelijke middelen die zaak stil te leggen. Doel is eigenlijk een kerncentrale park met 4 kerncentrales. De oudste 2 centrales, Doel 1 en 2, zijn inmiddels 40 jaar oud. Volgens de actiegroep Nucleaire Stop Kernenergie nu al ver over de houdbaarheidsdatum. Toch besloot de Belgische overheid de levensduur nog eens met 10 jaar te verlengen. Maar na groot onderhoud was er eerst een lek in het niet-nucleaire gedeelte en daarna weigerde een dynamo-dienst. Eigenlijk toont dat aan dat men overgeschakeld is van een politiek van preventieve onderhoudswerken naar curatieve onderhoudswerken. Dat wil zeggen dat men wacht tot de zaak in de fik gaat of ontploft en dan pas het essentiële stuk vervangt. Maar dat maakt dat er hoe langer hoe meer noodlandingen, noodremmen, noodstops gebeuren. En die zijn iedere keer gevaarlijk, vooral bij een stokoude reactor. En dat ding moet gewoon gesloten en gedemonteerd worden. En dan is er Doel 3. Die lag stil nadat er scheuren in het reactorvat waren ontdekt. Nu pompt eigenaar Electrabel volgens de actievoerders voorverwarmd water in de reactor als voorzorgsmaatregel. Waarom? Om die thermische schok die gebeurt wanneer men het koelwater plots in het reactorvat spuit, om die schok te verminderen. Waarom? Omdat dat reactorvat te bros is en omdat dat reactorvat vol scheuren zit. De facto erkent men dat er daar een speciale situatie is die 10.000 keer gevaarlijker is dan een gewone reactor die volgens ons al te gevaarlijk is. En de impact van de ramp is dat er 9 miljoen mensen in een straal van 75 kilometer rond Doel hun hebben en houden moeten lossen, dat bestaat gewoon niet. Over Doel 3 is nu een rechtszaak bezig in België, aangespannen door Nucleaire Stop Kernenergie. Er wordt gesjoemeld, het is overduidelijk. En we hopen dat de Brusselse rechter daar een eind aan gaat maken en dat er een ernstige expertise gedaan wordt rond de cijfers die Electrabel geeft. Als er een catastrofe is in Doel, dan zullen waarschijnlijk een derde ongeveer van de slachtoffers Nederlanders zijn. Dat wil niet zeggen dat de mensen onmiddellijk doodvallen. Dat betekent dat we een zeer sterke kankerepidemie krijgen die zeer veel mensen vervroegd zal doen sterven. Dat lijkt me een onaanvaardbaar risico.